En zo hadden we toch nog opeens een echte onthulling op de Otera. Hier achter mij de Jaguar XF, een facelift. Nou, er zijn een aantal wijzigingen natuurlijk aan het exterieur, de achterkant, andere achterlichten. De Jaguar tekst is uit het chrome stripje verdwenen. Nou, de belangrijkste wijziging misschien nog wel de voorkant. Niet alleen het uiterlijk, wat agressiever gesneden, wat meer ook naar de XJ-kenmerk toegetrokken. Nog belangrijker is het nieuws onder de motorkap. Er komt nu eindelijk een 4-cilinder diesel, een 2.2 met 190 pk. Het aardige aan dit blok is, heeft een A-label, maar is nog steeds bijzonder krachtig. 8,5 seconden naar de 100, top van 230 km per uur. Nou ja, 450 Nm koppel. Dus de verwachting is wel dat dit een lekkere auto zal zijn om te rijden. Vanaf prijs 56.600 euro, als ik het even goed heb onthouden. Er komt nog een of ander business pack op. En daarmee kom je rond de 60 mil. En heb je eigenlijk gewoon wel een behoorlijk complete auto. Die ook best wel goed zal presteren.